Hallo iedereen, welkom terug op ons kanaal en welkom weer bij een nieuwe video. Vandaag heb ik eindelijk weer een AliExpress shoplog voor jullie en een heel klein beetje Wish. En ik wilde deze video echt al een tijd opnemen, maar ik moest natuurlijk wachten tot alle items binnen waren die ik had besteld. En ik moest deze keer best wel een tijdje wachten, in ieder geval wat langer dan normaal. Dus heel eerlijk gezegd werd ik een beetje ongeduldig op een gegeven moment. Maar it's all good, want ik heb alle spulletjes hier en ik vind het heel erg leuk om jullie te laten zien wat ik de afgelopen tijd heb besteld. Mocht je ook willen shoppen op AliExpress, ik heb alle linkjes in de beschrijving staan zoals altijd. En ik zal ook even in de beschrijving nog andere AliExpress video's linken die ik in het verleden heb opgenomen, want we hebben op ons kanaal er best wel een aantal staan. Genoeg gekletst. Blijf vooral kijken als je benieuwd bent wat ik deze keer heb besteld. Nou, ik begin eventjes met de items van Wish. Want dat zijn twee items die ik van Serena heb gekregen als cadeautje. Allereerst dit. Het is een heel klein roze bakje. En wat heel erg leuk is dat hier een opvouwbaar rietje in zit. Het is een herbruikbaar opvouwbaar rietje. Zo ziet het eruit. Hij heeft twee verschillende delen. Aan de ene kant heb je hier een opvouwbaar raggertje. Hier kan je dus je rietje mee schoonmaken. Ook wel heel erg handig om te hebben natuurlijk. En dan is dit het rietje. Hij is gemaakt van siliconen. Dat zit in het midden en dat zit een beetje aan de buitenkanten. En dan heb je hier vier verschillende losse metalen delen. Of ja, wat is het? Metaal? Ik denk dat het metaal is. En die zijn los, zodat je hem dus zo op deze manier kan opvouwen. Ik heb hier een glas met spaarrood. En ik drink eigenlijk altijd wel vanuit mijn bamboe rietjes of gewoon een metalen rietje. Het enige wat ik eigenlijk altijd wel heb met siliconen is dat er zoveel stofjes of zo aankomen te hangen. Dus dat vind ik een beetje het enige wat ik dan iets minder chill vind. Maar goed, ik ga even kijken hoe die verder werkt. Goed. Ja, ik heb er niet zo heel veel over te zeggen eigenlijk. Het smaakt gewoon goed. Het is eigenlijk ook best wel chill, want het voelt heel erg zacht, zeg maar. En hij komt gewoon heel erg goed doorheen, dus het lekt niet of wat dan ook. Oh ja, hier zit trouwens, ik weet niet of je het kan zien, het is nog een soort van gaatje. En hier kan je dus nog iets van een touwtje doorheen halen. En dan kan je hem aan je sleutelbos hangen of misschien gewoon in een haakje aan je tas hangen. En super leuk om deze te hebben wanneer je graag gebruik maakt van een rietje. Wanneer je vaak on the go bent. Want deze kun je gewoon heel makkelijk in je tas doen. Neemt niet zo heel veel plek in. Hij is ook niet heel erg zwaar. Maar je hebt hiermee gewoon wel altijd je herbruikbare rietje op zak. En het blijft gewoon lekker netjes in één deel. Het slingert niet helemaal door al je tas heen. Dat er allemaal kruimels opkomen en dergelijke. Dan hoef je dus nooit meer plastic rietjes te nemen buiten de deur. Dan heb je altijd je eigen rietje bij de hand. Over herbruikbaar gesproken. Het volgende item dat ik heb gekregen van Serene is ook herbruikbaar. Ja. En het is ook gemaakt van siliconen. En zoals je misschien wel kan zien en hoe het eruit ziet. Het zijn siliconen herbruikbare theezakjes. En ik ben echt een theelover. Ik heb heel graag losse thee thuis. En daar kan je deze voor gebruiken. Oh, hi! Wat zijn jullie in mijn keuken aan het doen? Ik moet dit soort grappen ook gewoon maar even niet doen eigenlijk. Anyways, jongens, we zijn aangekomen in de keuken. Want ik wil jullie even laten zien hoe je dus deze siliconen theezakjes gebruikt. Nou, je gebruikt hierbij losse thee. En dat zit vaak zeg maar in zakjes. Dus ik heb hier, dit is wel een beetje een bijzondere losse thee. Dat zijn witte, dat is een witte thee. Dat zijn theeknopjes. Dus die zijn wat grover zoals je kan zien. En normaal gesproken heb je anders een losse thee. En dat ziet er zo uit. Wat je doet is, je pakt je siliconen theezakje. Ik heb even het bovenkantje of het onderkantje eraf gehaald. En dan ga ik hier de losse thee erin doen. Het is denk ik het beste als je iets van een lepeltje of zo pakt. Of iets van een schepje hebt voor je losse... Wow. Als je iets van een schepje hebt, zodat alles er een beetje netjes in komt. Want ik ben nu compleet aan het knoeien op dit moment. Jongens, zo moet het niet. Het ligt echt totaal aan mij, niet aan de zakjes. Dus pak ik heel even een lepeltje erbij. Dus nou ja, je kan het ook een beetje hier op een lepeltje doen. Schept het in het zakje. En doe je het onderkantje er weer op. Tadaa. Hier even een doorzichtig glas gepakt. Deze gebruik ik normaliter niet voor mijn thee, want dat is veel te heet. Maar omdat deze doorzichtig is, wilde ik toch even deze gebruiken, zodat je beter wat kan zien als ik het zakje erin doe. Dus die hang ik er alvast in. Hopelijk valt hij er niet helemaal in. Want dat heb je echt altijd. Niet vallen, niet vallen, niet vallen, niet vallen, niet vallen, niet vallen. En het enige is dat de gaatjes toch een beetje iets te groot zijn voor de thee die ik gebruik. Omdat je kan zien dat het een klein beetje er doorheen gaat. Maar aan de andere kant, ik drink het gewoon op. Ik vind het zelf niet heel erg storend. Zo, en dan laat je het gewoon een beetje rusten. En dan heb je zo je lekkere thee.
En als je klaar mee bent, dan haal je hem gewoon weer eruit. Eventueel haal je de losse thee eventjes eruit. Of je wacht misschien eventjes tot het gedroogd is. Dan valt het net iets makkelijker eruit. En dan kan je deze gewoon herbruiken voor allerlei momenten dat je thee wilt drinken. Dat vond ik wel heel erg leuk. Nou, waar volgens mij heel veel mensen Wish en AliExpress voor gebruiken, zijn dingen die te maken hebben met je smartphone, je telefoon en waarschijnlijk vooral telefoonhoesjes. En ik heb daar deze keer ook weer een hoesje voor besteld. Deze wilde ik heel erg graag hebben. En deze heb je misschien wel gezien tegenwoordig op straat of via Instagram, want ze zijn best wel hip en trendy. Maar ik heb hem besteld omdat ik hem vooral gewoon echt super makkelijk vind. Het is namelijk een heel normaal hoesje aan deze kant. En dan zitten hier twee ringen aan en een lang koord zodat je hem kan dragen. Als tas. En dat is handig zodat je lekker je handen vrij hebt. Dat is handig voor als je niet zo heel veel zin hebt om een tas mee te nemen. En je wilt misschien niet je telefoon in je jaszak of in je broekzak doen. Op deze manier heb je hem toch nog lekker dicht bij je. En als je iets hebt van ik word gebeld, dan doe je gewoon. En wat heel erg chill is, is dat je gewoon heel makkelijk het touw langer en korter kan maken. Je hoeft volgens mij gewoon zo hier alleen maar eventjes te trekken. Dan kan je hem dus nog langer maken. Of je maakt hem heel kort als je hem echt lekker dicht aan je lichaam wil hebben. Nou liep ik laatst bij Action binnen. En toen zat ik ook een beetje bij de hoesjes rond te koekeloeren. En toen zag ik dat ze deze hoesjes ook gewoon bij de Action verkopen. En volgens mij echt nog voor minder geld ook. Wel moet ik zeggen dat ik voor de iPhone X die ik heb er niet zo heel veel zag. Dus daar was de keuze wat minder voor. Had je, of heb je een Samsung of misschien een ander model iPhone. Dan had je wel wat meer keuze. Als je dus geen zin hebt om te bestellen op AliExpress. Kun je ook eventjes bij de Action kijken. Maar het aanbod is daar wel een stuk kleiner. En ik moet zeggen dat ze op AliExpress wel heel veel leuke hebben. Ook met verschillende soorten koordjes. En ik moet zeggen dat ik eigenlijk al een beetje het idee heb om nog misschien een ander kleurtje erbij te bestellen. Ik vind hem echt een hele dikke vette aanrader. En hij voelt ook gewoon echt heel erg stevig aan, weet je wel. Dus helemaal happy mee. Ander item dat ik heb besteld is een keycord. En ik voelde me hier echt een beetje uit 2001, 2005 mee. Want toen... Ik weet niet eens of dat die jaren waren dat een keycord heel erg populair was. Nee, misschien ga ik wel echt langer terug trouwens. Maar de laatste tijd miste ik best wel vaak om een keycord te hebben. Omdat ik dan eventjes snel de deur uit moest en geen tas mee wilde nemen. En dan kon ik gewoon heel makkelijk even dit omgooien, sleutels eraan en dan kon ik ook weer binnenkomen. Dus ik dacht, daar wil ik een keycord voor. En daar staat ook AliExpress natuurlijk helemaal vol mee. En ik heb uiteindelijk gekozen voor een super simpel model. Hij lekker zwart, lekker simpel. En er zit hier een soort van nep leren stukje aan de onderkant. Het enige is dat ik hem vrij kort vind aan de kleine kant. Want kijk, ik krijg maar net mijn hoofd erdoorheen. Zeg maar nu, gaat het prima. En ik kan mijn sleutel ook zeker eraan hangen. Maar ik had hem het liefst ietsje groter gewild. Zodat ik hem gewoon makkelijk om kan doen. Zonder dat mijn haar helemaal naar de Filistijnen gaat. Maar verder, super simpele keycord. Ik heb hier volgens mij nog niet eens een euro voor betaald. Dus daar hoef je het ook niet voor te laten. En het leek me gewoon heel erg handig. Waar ik ook heel erg blij mee ben, is allereerst mijn nieuwe Apple Watch. Deze had ik laatst van de zomer voor mijn verjaardag gekregen. En daar zit gewoon een standaard siliconen bandje bij. Die is helemaal prima, niks mis mee. En toen ontdekte ik dat AliExpress echt vol staat met super veel Apple Watch bandjes. Alle kleuren, alle soorten, alle uitvoeringen. En ik had iets van, dat vind ik wel echt super leuk om een keertje uit te proberen. Dus ik heb er eentje besteld. En dat is deze. Het is zo'n mesh-achtig bandje. En ik heb gekozen voor deze donkergrijze kleur. Omdat ik ook zeg maar de gunmetal kleur Apple Watch had. Ik dacht, dan staat dat wel heel erg mooi erbij. Ik heb hem al een paar keertjes gedragen. Dat moet ik wel eventjes toegeven. Want ik was gewoon zo benieuwd toen hij binnenkwam of ik hem fijn zou vinden. Dat ik meteen op mijn horloge heb gedaan. En ik ben er echt heel erg blij mee. Ziet er goed uit. Voelt heel erg goed aan. En wat heel erg chill is, is dat deze met een magneet werkt. En hij blijft heel erg goed zitten. En ik vind de look ook echt heel erg mooi bij elkaar passen. Nou, over het volgende item ben ik zelf een heel klein beetje in de war van... Riz, in welke vibe zat jij toen je dit bestelde? Ik denk dat ik een beetje een soort van baby fever had. Want ik heb dit besteld. En dat is een soort van fopspeenhouder clip. Ik weet het even niet zo goed aan mijn hoofd hoe je dit nou noemt. Maar hier kan je dus deze clipje eigenlijk soort van aan een speen vast. Ja, ik weet het even niet jongens waarom ik dit nou heb besteld. Het is wel een super mooi ding. Dus mocht je op zoek zijn naar zoiets, dan vind ik dit wel een hele leuke aanrader. Want hij ziet er erg mooi uit. Nou ja, zoals jullie misschien wel weten, Serena, mijn zus van Beauty Lab, die is in verwachting van haar tweede kindje. En ik weet niet of Marshall een speen heeft gehad. Volgens mij niet. Maar misschien dat ze er ook iets anders aan kan klippen. En misschien wil de tweede baby wel een speen. Ik weet het allemaal niet.
Dus ik ga gewoon deze aan haar geven. Want ik kan het zelf nu op dit moment niet gebruiken. En ik heb ook echt iets van... Liz, waarom heb je dit ook weer besteld? Maar dat heb je toch wel eens gewoon met dingen, toch? Op AliExpress. Dus je gewoon iets bestelt. En dan bijvoorbeeld een maand later komt ze binnen. En denk je echt zo van... Dat had ik hiermee dus. Volgende dat ik heb besteld op AliExpress zijn twee soorten kettingen. En mocht je ons volgen... op Instagram of misschien onze vlogs hebben gezien, dan heb je deze denk ik al wel voorbij zien komen, want ik heb de kettingen al een paar keer gedragen. Of best wel regelmatig eigenlijk, want ik ben er heel erg blij mee. Allereerst heb ik dit superleuke goudkleurige kettingje en hieronderin staat mijn geboortedatum, namelijk 1989. Ja, ja. Het is dus gewoon metaal en dan in een goudkleurtje, dus het is gewoon niet echt of dat soort dingen. Er komt wel nog heel handig een verlengkettingje aan, dus dat is wel heel erg chill en handig. En de tweede ketting die ik heb besteld heb je misschien wel kunnen zien in een van onze afgelopen vlogs, want daar had ik hem ook al laten zien. Het is namelijk een ketting die ik heb besteld voor mij en voor Tara. En het is een beetje in de stijl van zo'n best friends ketting. Want ik heb hier het woord endless. En dan Tara heeft degene die weekend heeft. Dus op deze manier hebben we zeg maar twee kettingen die bij elkaar horen. En dat vond ik wel een heel erg toffe gedachte. En ik heb gekozen voor deze omdat hier de schakel wat dikker is. Dus het maakt hem wat stoerder. En je kan het deze trouwens ook gewoon per stuk bestellen. Dus ik heb in dit geval er twee besteld. Zodat ik dus onze bij elkaar horende kettingen heb. Maar je kan deze gewoon laten maken met je naam. Van jezelf of van je moeder, van je vriend, wie dan ook. Dat kan je gewoon allemaal zelf invullen bij wanneer je aan het bestellen bent. Of het wijst zichzelf vanzelf wel. Volgende wat ik heb besteld is een setje met watercolor pens. En ik moet zeggen, ik wist eerst niet eens dat dit bestond. Het zijn zeg maar kwasten met een ingebouwd dat je hier water aan kan toevoegen. Waardoor je dus niet je watercolor kwast steeds in water hoeft te dippen om hem nat te maken. Want het water zit dus al aan de binnenkant. En als je dan een beetje drukt, dan komt het zeg maar zo in de kwast eruit. Ik heb deze oorspronkelijk besteld voor Tara. Want als zij haar sieraden verkoopt, dan komen ze op handgemaakt en handgeschilderde kaartjes. Dus ik dacht, dan is het wel heel erg handig voor haar. Wel moet ik zeggen dat toen ik deze had besteld, kwam ik erachter dat ze dit soort dingen ook bij Action verkopen. En ik weet niet of ze daar goedkoper of duurder zijn. Ik weet niet of ze er op dit moment nog steeds liggen, maar mocht je ze op AliExpress willen bestellen, dan heb ik daarvoor een linkje natuurlijk in de beschrijving gezet. Wat je naast de kwasten verder nodig hebt, is natuurlijk verf. En je hebt verf in tubes die speciaal zijn voor watercolor. En ik heb ook deze. Ik denk dat deze van de Action is. Verder moet je wel speciaal papier gebruiken. Echt watercolor papier. Dit is wat dikker volgens mij. En het kan wat beter het water dat in de verf zit opnemen. Denk ik ongeveer. Maar je zou even moeten uitzoeken wat nou precies de regels zijn van wat het beste is. Zo, ik ga nu deze kwasten uitproberen. En wat je eerst moet doen is natuurlijk wel de kwast vullen met water. Zoals je hier kan zien zit hier een klein beetje water in. En je kan ze gewoon hier opendraaien en dan kan je hem gewoon onder de kraan houden. En dan kan je deze vullen met water. Dus ik ga nu even een klein beetje knijpen zodat mijn kwast natter gaat worden. Ik moet zeggen, ik ben niet per se een kunstenares. Dus ik ben gewoon heel even een klein beetje wat aan het doen. Zodat je een beetje het effect kan zien. Oké, ik moet zeggen, ik moet wel een beetje goed drukken. En dan zie je een beetje het water hier zo naar beneden lopen. En dan is mijn kwast zeg maar echt nat. Maar ik moet zeggen dat ik het niet super handig tot nu toe vind. Maar misschien moet ik ook gewoon een beetje kijken. Hier ga ik nu even drukken. Even kijken hoor. Dan zie je, waar is het water nou? Oh, daar zag je een beetje waterbelletjes naar buiten komen. Nou, ik zit een beetje te denken. Ik denk dat deze vooral heel erg makkelijk zijn wanneer je ook zeg maar on the go lekker wilt verven en creatief wil bezig zijn. En dat je dan bijvoorbeeld niet een bakje water neer wil zetten waar je dan je kwast in doopt. Maar verder, als je gewoon thuis bent, dan denk ik dat het eigenlijk net zo makkelijk is om gewoon zeg maar een bakje met water te hebben en daar gewoon je kwast steeds in te dopen. Maar op zich, ik snap wel de handigheid er deels vanaf, denk ik. Ja, mocht je ook van watercolor houden, het zijn echt
super budgetproof dingen. Dus het is heel erg leuk om hier een beetje mee te kijken of dit wat voor je is. Zo, nou dat waren mijn geshopte spulletjes op AliExpress. En natuurlijk ook nog een paar wish items die ik op het begin heb laten zien. Ik ben heel erg benieuwd wat je vindt van de items die ik de afgelopen tijd heb geshopt. En ik ben ook heel erg benieuwd wat het laatste is wat jij op AliExpress hebt geshopt. En waar jij misschien wel heel erg blij mee bent. Of wat jij tipt aan mij en aan andere kijkers. Laat het vooral eventjes weten in de comments hier beneden. Vergeet natuurlijk niet om een duimpje omhoog te geven voor deze AliExpress shoplog. En als je vaker AliExpress shoplogs wilt zien op ons kanaal. En vergeet natuurlijk ook niet te abonneren als je dat nog niet hebt gedaan. En dan wil ik je heel erg bedanken voor het kijken naar deze video. En dan zie ik je heel snel weer in de volgende. Doei!